Voorbeeldvraag 1. U ziet de Nederlandse vlag. Wat zijn de kleuren van de Nederlandse vlag? Bedenk zelf het antwoord. U hoort daarna het goede antwoord. Rood, wit, blauw. Ga naar de volgende pagina. Kijk naar de foto. Voorbeeldvraag 2. U ziet een foto. Wie is dit? Bedenk zelf het antwoord. U hoort daarna het goede antwoord. Willem van Oranje. Dit waren de voorbeeldvragen. Ga naar de volgende pagina. Luister naar de eerste vraag. 1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? Europa. 2. Welk land ligt ten zuiden van Nederland? België. 3. Welk land ligt ten oosten van Nederland? Duitsland. 4. Welk land is groter? Marokko. 5. Welk land is kleiner? Nederland. 6. Wat betekent Nederland? Laag land. 7. Kijk naar de foto. Wat is dit? Een dijk. 8. Wat gebeurt er met Nederland als er geen dijken zijn? Nederland staat onder water. 9. Welke stad ligt in de Randstad? Utrecht. 10. In Nederland wonen daar veel mensen of weinig mensen? Veel mensen. 11. Wat is de hoofdstad van Nederland? Amsterdam. 12. In welke stad zit de regering van Nederland? Den Haag. 13. Waar woont de koning van Nederland? Zuid-Holland. 14. Waar ligt de grootste zeehaven van Nederland? Rotterdam. 15. Hoe heet de nationale luchthaven van Nederland? Schiphol. 16. Waar ligt Schiphol? Amsterdam. 17. Wie helpt u als u in Nederland aankomt? Mijn partner. 18. Is Nederland vaak droog of nat? Nat. 19. Als u naar Nederland komt,
Moet u dan opnieuw uw rijbewijs halen? Ja. 20. In Nederland zijn de wegen daar druk of rustig? Druk. 21. In Nederland zijn daar veel fietsen of weinig fietsen? Veel. 22. Wat is typisch Nederlands in het verkeer? Fietsen. 23. Leven Nederlanders veel binnen of buiten? Binnen. 24. Wie ziet u op het plaatje? Willem van Oranje. 25. Was de koning van Spanje katholiek of protestants? Katholiek. 26. Hoe lang duurde de oorlog met Spanje? 80 jaar. 27. Hoe lang bestaat de Nederlandse staat ongeveer? 400 jaar. 28. Waren de VOC-schepen voor de handel of voor de visvangst? Voor de handel. 29. Wie schilderde dit schilderij? Rembrandt van Rijn. 30. Is er in Nederland scheiding van kerk en staat? Ja. 31. Door welk land is Nederland bezet tijdens de Tweede Wereldoorlog? Duitsland. 32. Welke grote Nederlandse stad is in 1940 gebombardeerd? Rotterdam. 33. Waarom is Anne Frank beroemd? Ze schreef een dagboek. 34. Welke kolonie van Nederland werd onafhankelijk vlak na de Tweede Wereldoorlog? Indonesië. 35. Uit welk land kwamen veel gastarbeiders? Uit Turkije. 36. Welke kolonie van Nederland werd in 1975 onafhankelijk? Suriname. 37.
Wie zijn dit? Koning Willem-Alexander en koningin Maxima. 38. Uit welk land komt koningin Maxima? Argentinië. 39. Hoe heet de kroonprinses? Amalia. 40. Is Nederland een democratie? Ja. 41. In welke stad zit het parlement van Nederland? Den Haag. 42. Wat is de belangrijkste wet in Nederland? De grondwet. 43. Wie is de voorzitter van de Raad van Ministers? De minister-president. 44. Wie vergaderen in deze zaal? De Tweede Kamer. 45. Hoe vaak zijn er verkiezingen in Nederland? Elke 4 jaar. 46. Hoe oud moet u zijn om te mogen stemmen in Nederland? 18 jaar. 47. Heeft Nederland 1 politieke partij of meer politieke partijen? Meer politieke partijen. 48. Wat is de functie van deze man? Burgemeester. 49. Is discriminatie toegestaan in Nederland? Nee. 50. Hebben vrouwen in Nederland meer rechten dan mannen of dezelfde rechten? Dezelfde rechten als mannen. 51. Mogen vrouwen in Nederland zelf kiezen met wie ze willen trouwen? Ja. 52. Is het discrimineren van homoseksuelen strafbaar of toegestaan in Nederland? Strafbaar. 53. Heeft Nederland 1 staatsgodsdienst of zijn er veel godsdiensten? Er zijn veel godsdiensten. 54. Zijn de kranten, radio en televisie vrij in hun mening in Nederland? Ja.
55. Heeft Nederland veel televisiekanalen of is er één staatstelevisie? Er zijn veel televisiekanalen. 56. Is homoseksualiteit toegestaan of strafbaar in Nederland? Toegestaan. 57. Is wapenbezit zonder vergunning toegestaan of strafbaar in Nederland? Strafbaar. 58. Is vrouwenbesnijdenis toegestaan of strafbaar in Nederland? Strafbaar. 59. Is het slaan van vrouwen toegestaan of strafbaar in Nederland? Strafbaar. 60. Hebben alle mensen in Nederland hetzelfde geloof? Nee. 61. Welke taal spreken de mensen in Nederland? Nederlands. 62. Is het belangrijk om snel Nederlands te leren? Ja. 63. Wat leert u in de Nederlandse taalles? De Nederlandse taal. 64. Moet u voor een taalkursus betalen? Ja. 65. Wie betaalt de taalkursus? Ik betaal zelf. 66. Gaan in Nederland alleen kinderen naar school of ook volwassenen? Kinderen en volwassenen. 67. Worden verjaardagen in Nederland gevierd? Ja. 68. Wat doen Nederlanders meestal als ze bij iemand op bezoek gaan? Ze maken meestal een afspraak. 69. Opa's en oma's in Nederland. Wonen die bij hun kinderen of wonen ze apart? Ze wonen apart. 70. Is het voor het leren van de taal goed om met kinderen naar de Nederlandse televisie te kijken? Ja. 71. Wie is in Nederland verantwoordelijk voor wat kinderen doen? De ouders. 72. Hoe oud zijn de meeste kinderen in Nederland als ze naar school gaan?
4 jaar. 73. Vanaf welke leeftijd is onderwijs verplicht in Nederland? 5 jaar. 74. Tot welke leeftijd is onderwijs verplicht in Nederland? 18 jaar. 75. Leren kinderen als ze spelen? Ja. 76. Wie kiest in Nederland de school voor het kind? De ouders. 77. Zijn er in Nederland op school aparte klassen voor jongens en voor meisjes? Nee. 78. Dragen kinderen in Nederland op school een uniform? Nee. 79. Wat kan deze jongen doen met een computer? Spelen en leren. 80. Voortgezet onderwijs, is dat voor kinderen vanaf 4 jaar of vanaf 12 jaar? Vanaf 12 jaar. 81. Gaan alle kinderen vanaf 12 jaar naar hetzelfde soort onderwijs, of zijn er twee richtingen? Er zijn twee richtingen. 82. Tot welke leeftijd moeten kinderen in Nederland naar school? 18 jaar. 83. Vanaf welke leeftijd mogen jongeren hun eigen keuzes maken? Vanaf 18 jaar. 84. Is het verplicht om uzelf te verzekeren tegen ziektekosten? Ja. 85. Wie betaalt in Nederland uw verzekering tegen ziektekosten? Mijn partner. 86. Als u ziek wordt, waar kan u in Nederland dan het beste eerst naartoe gaan? Naar de huisarts. 87. Waar haalt men in Nederland medicijnen op recept? Bij de apotheek. 88. Waar gaat u in Nederland in een noodgeval naartoe? Naar het ziekenhuis. 89. Waar werken de meeste specialisten? In het ziekenhuis.
90. Voor wie is het consultatiebureau? Voor kleine kinderen. 91. Wie werken er in Nederland? Mannen en vrouwen. 92. Wanneer moet u werk gaan zoeken? Zo snel mogelijk of later? Zo snel mogelijk. 93. Waar is in Nederland steeds minder werk te vinden? In de industrie. 94. Waar is in Nederland veel werk te vinden? In de zorg. 95. Waar is het in Nederland gemakkelijker om werk te vinden? In de beveiliging. 96. Hoe vindt u in Nederland gemakkelijker werk? Via de krant of via familie? Via familie. 97. Waar kunt u zich in Nederland inschrijven als u werk zoekt? Bij een uitzendbureau. 98. Geeft men elkaar in Nederland bij een sollicitatiegesprek eerst een hand of gaat men direct zitten? Men geeft elkaar eerst een hand. 99. Krijgt u in Nederland een uitkering of moet uw partner voor u zorgen? Mijn partner moet voor mij zorgen. 100. Is het leven in Nederland duur of goedkoop? Duur.